Alle leerlingen die op het einde van het zesde leerjaar hun getuigschrift krijgen, gaan in september naar het eerste leerjaar A. In het eerste leerjaar A is er een pakket van gemeenschappelijke basisvorming van 27 lesuren. Sinds de modernisering van het secundair onderwijs richten wij ook in het eerste jaar 1 uur Engels in. Er is ook het nieuwe vak Mens en Samenleving, waarbij wij ervoor gekozen hebben om 1 uur daarvan in te richten in het eerste jaar en 1 uur in het tweede jaar. In dat vak Mens en Samenleving wordt vooral gewerkt aan de doelstellingen rond sociale vorming. Dit gebeurt door projecten. Een project zoals Spiegelbeeld, waarbij de leerlingen eigenlijk een moodboard gaan maken over zichzelf. Een project over kledij, waarbij ze op onderzoek gaan en zich de vraag stellen waarom wij ons zo laten beïnvloeden door de reclame bijvoorbeeld. Een derde project is gezonde levensstijl. Het is vooral de bedoeling dat de projecten afgesloten worden door een creatieve opdracht. Je ziet ook bij het vak godsdienst kleel staan. Dat wil zeggen dat wij dit vak aanbieden gewoon in het Nederlands of in het Frans. De leerlingen kunnen kiezen of ze al dan niet voor kleel kiezen. Op onze website vinden jullie ook meer info aan de hand van een instructiefilmpje door de leerkracht en een leerling over het vak kleel. Naast die 27 uren gemeenschappelijke basisvorming kiezen de leerlingen 5 lesuren. Die 5 lesuren vormen de zogezegde focus bij ons op school. We hebben de focus Latijn, de focus Moderne Talen, focus Wiskunde Wetenschappen, focus Economie, focus Technologie STEM en de focus Sociale Vorming. U ziet dat bij de focus Latijn, Moderne Talen of Wiskunde Wetenschappen kan gekozen worden voor kleel. Dit betekent dat deze leerlingen dan het vak godsdienst in het Frans zullen krijgen, als zij kiezen voor kleel. Omdat we beseffen dat kiezen niet zo makkelijk is, hebben we geprobeerd om deze verschillende focussen te verdelen over 3 profielen. Als je uw zoon of dochter herkent in een van die profielen, dan kan je uit bepaalde focussen gaan kiezen. Het eerste profiel. Ben je iemand die graag actief bezig is in de les? Werk je graag samen aan projecten? Leer je liever aldoende? Heb je voldoende tijd nodig en soms ook een beetje extra hulp? Wil je graag taal en wiskunde liever meteen gaan toepassen? Slaag je erin om de leerstof te verwerken en ben je aandachtig in de les? Onthoud je de leerstof door veel te herhalen? Had je soms ook moeilijk met bepaalde leerstofonderdelen in het basisonderwijs? En wil je je graag voorbereiden voor een richting die arbeidsmarktgericht is of wil je graag nog verder gaan studeren? Als je jezelf herkent in een van deze puntjes of in een aantal van deze puntjes van profiel 1, dan kan je in de volgende slides zien uit welke focussen je dan best kiest. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor de focus sociale vorming. Naast de 27 uur gemeenschappelijke basisvorming is er een pakketje van 5 uren. Dit pakket houdt in dat je dus 2 uur sociale vorming krijgt. Daar ga je werken rond gezondheid. Meer info hierover vind je ook op onze website in een filmpje van de leerkracht. Naast die 2 uur sociale vorming is er ook 1 uur extra Frans en 1 uur extra Nederlands of wiskunde. Dit wil zeggen dat deze leerlingen 1 uur extra tijd krijgen om de leerstof Frans en Nederlands wis of wiskunde uit het gemeenschappelijk pakket te verwerken. Het is geen nieuwe leerstof, het is vooral de bedoeling om die leerstof van de gemeenschappelijke basisvorming extra in te oefenen. En uiteraard, bij elke focus zal je 1 uur leren leren en leren leven zien terugkomen. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen hier extra uitleg over krijgen. Als je jezelf herkent in leerlingenprofiel 1, kan je dus ook gaan kiezen voor de focus Technologie met STEM. De 5 uren van deze focus bestaan uit 3 uur STEM atelier, wat wil zeggen dat je dus gaat gaan werken volgens de STEM-didactiek aan verschillende projecten. Je leert ook al eens kennis maken met houtmechanica, elektriciteit en je zal ook veel te maken krijgen met ICT. Naast die 3 uur is er uiteraard ook weer 1 uurtje leren leren en leren leven en een aanvullend uurtje wiskunde. De
Dit wil zeggen dat de leerlingen van deze focus dus 1 uur extra de tijd krijgen voor de leerstof van de gemeenschappelijke basisvorming wiskunde onder de knie krijgen. Indien nodig, kan dit ook aangevuld worden met een extra uurtje Frans. Bij leerlingen profiel 1 hebben we ook nog de focus economie. Deze focus past zowel bij leerlingen profiel 1 als bij leerlingen profiel 2, maar daar hebben we het straks over. In het basispakket van deze focus zitten er 2 uur economie. Hierover staat ook nog meer informatie van de leerkracht economie op onze website. Maar het is al een eerste kennismaking met kopen, verkopen en het bankwezen. Naast deze 2 uur economie is er een aanvullend uur Frans en wiskunde. Dit wil dus weer zeggen dat deze leerlingen extra tijd krijgen om de leerstof Frans en wiskunde uit de gemeenschappelijke basisvorming te verwerken. Uiteraard is het wel zo dat we voor alle klasgroepen gaan differentiëren. Dus als er leerlingen zijn die wel heel vlug weg zijn met bepaalde leerstof en die het niet nodig hebben om extra remediering te krijgen, dan zal de groep uiteraard opgesplitst worden in 2 groepen. Zal het ene deel extra uitleg krijgen en het andere deel zal extra uitdaging krijgen, zodanig dat zij zich uiteraard ook niet vervelen. En zij kunnen dan ook de extra aangeboden krijgen, omdat we daar dan weer gaan zien of het een leerling is voor focus economie, leerling profiel 1 of eerder leerling profiel 2. Het tweede profiel. Kan je makkelijk leerstof onthouden en studeer je dagelijks? Zie je in wat belangrijk is en wat minder belangrijk is? Kan je al goed zelfstandig werken? Doe je graag talen, wiskunde en wereldoriëntatie? Lukt het je goed om theorie in te studeren? Haalde je goede resultaten in het basisonderwijs en wil je in de tweede graad je verder voorbereiden op een doorstroomrichting die jou dan voorbereidt op het hoger onderwijs? Zoals ik daarnet dus reeds verteld heb, past de focus economie ook bij leerlingen profiel 2. Deze leerlingen zullen dan bijvoorbeeld minder nood hebben aan extra remediering tijdens die uurtjes Frans en wiskunde, maar die krijgen dan extra uitdaging. Bij leerlingen profiel 2 plaatsen we ook de focus wiskunde-wetenschappen. De 5 uurtjes van deze focus bestaan uit 2 uren wetenschappenverdieping, 1 uur wiskundeverdieping. Als je verdieping ziet staan, wil dat zeggen dat er andere leerstof wordt aangeboden. Extra uitdaging. Leerlingen gaan dieper in op de leerstof aan de hand van projecten. Ze gaan nieuwe dingen leren ontdekken. Daarnaast krijgen deze leerlingen ook 1 uurtje remediering voor Frans. Weer op zich, als die remediering niet nodig is, zal de leerling extra uitdaging krijgen. Het is aan de leerkracht om in deze klasgroep telkens te gaan differentiëren. En uiteraard ook weer 1 uurtje leren leren en leren leven. Verder hebben we ook de focus moderne talen. De 5 uren bij deze focus bestaan uit 2 uur Frans verdieping en 1 uur Nederlands verdieping. Weer hetzelfde verhaal als daarnet. Verdieping wil zeggen extra leerstof. Uitdagende leerstof. Op een creatieve manier omgaan met taal. Daarnaast krijgen deze leerlingen 1 uurtje remediering wiskunde indien nodig. Dit is eigenlijk op maat. Als het nodig is, zal de leerkracht differentiëren en extra uitdagende leerstof geven. En uiteraard ook weer 1 uurtje leren leren en leren leven. Dan hebben we nog het derde profiel. Wil je graag veel weten? Ben je leergierig? Heb je een goed geheugen? Lees je graag boeken? Bijt je je graag vast in een probleem? Abstract denken is jouw sterkte. Moeilijke opdrachten dagen je uit. Kan je goed zelfstandig werken en je schoolwerk zelf organiseren? Vind je een extra uitdaging prima? Je behaalde uitstekende resultaten in het basisonderwijs. En in de tweede graad wil je je graag voorbereiden op een doorstroming die je voorbereidt op het hoger onderwijs. Als je herkent in leerlingen profiel 3, dan is ook de focus Latijn misschien wel iets voor jou. Dit basispakket van 5 uren bestaat uit 4 uur Latijn en 1 uurtje leren leren en leren leven. Je ziet dat er hier dus geen extra uren zijn met de remediering Frans, Nederlands of wiskunde.
Dat wil zeggen dat het tempo in deze lessen bij de gemeenschappelijke basisvorming Frans-Nederlands-Wiskunde wel een stukje hoger zal liggen dan in de andere klassen. En zoals ik daarnet reeds verteld heb, past de focus wiskunde-wetenschappen zowel bij leerlingen profiel 2 als bij leerlingen profiel 3. Ook de focus moderne talen past bij leerlingen profiel 3. Samengevat, indien je jezelf herkent in profiel 1, kan je dus best kiezen uit focus sociale vorming, focus technologie of focus economie. Bij deze focussen is er telkens in het pakketje van de 5 uren remediering Nederlands, Frans of wiskunde voorzien. Dit wil zeggen dat je bij deze focussen eigenlijk een beetje meer tijd krijgt om wiskunde Frans-Nederlands van de gemeenschappelijke basisvorming onder de knie te krijgen. Het tempo ligt dus minder hoog. Profiel 2. Herken je jezelf in profiel 2? Dan kan je kiezen uit de focus economie, moderne talen, wiskunde, wetenschappen. Economie hoort eigenlijk zowel bij profiel 1 als 2. Het zal dus aan de leerkracht zijn om te gaan differentiëren en om dan een goed oordeel te vellen over het feit of het een leerling is die dan zal verder doorstromen naar een specifiek gerichte basisoptie of een eerder algemeen gerichte basisoptie. Daarover straks meer. De focus moderne talen en wiskunde wetenschappen, in die 5 uren herken je of zie je dat er telkens verdieping staat. Dat wil zeggen extra leerstof, uitdagende leerstof en dus iets minder remediering. Wel meestal nog 1 uurtje remediering ook. En dan hebben we profiel 3. Dan kan je kiezen uit de focus Latijn, waar er dus bijvoorbeeld geen remediering meer in terugkomt. Dat wil dus zeggen dat het tempo daar dus een stuk hoger zal liggen. En ook uit de focus moderne talen of wiskunde wetenschappen kan.